Inmiddels zeg je, het is de 11e vestiging. Waarom in Ede? Nou ja, ik ben geboren en opgegroeid in Ede. Uh, ik heb hier op de Paasbergschool gezeten en vervolgens uh, op het streekbovenbuurtweg. Uh, wij woonden in Utrecht. Met heel veel plezier in een heel mooi huisje in de binnenstad. Mm -hmm. uh, alleen wel wat klein. En uh, we wilden toch echt graag groter wonen. Uh, nou ja, we hebben allebei familie wonen, mijn vriend en ik, in de buurt van Ede of in Ede. En vrienden. En toen dachten we, nou dan gaan we toch weer terug naar Ede. Uh, en dan hebben we echt wel op de ruimte uh, voor Ede gekozen. Dus we hebben nu een ruim huis met een lekkere tuin. Mm -hmm. uh, en ik denk echt dat er in Ede potentie is. Het is natuurlijk officieel een dorp, maar het heeft natuurlijk de grootte van een stad. Ja. Uh, er zijn uh, meerdere middelbare scholen, veel basisscholen, uh, een hogeschool en een universiteit ook, nou ja, Wageningen, maar wel in de buurt. Dus ik denk ook wel gewoon dat er hier een, een markt is en veel leerlingen die begeleiding kunnen gebruiken. Heb je daar marktonderzoek voor gedaan of is dat gewoon een kwestie van boerenverstand? Uh, een combinatie. Ik heb voordat ik naar Ede ging, heb ik echt wel onderzocht uh, welke andere instituten hier zitten en of er veel concurrentie is. En inderdaad, nou ja, hoeveel scholen zijn er nou daadwerkelijk? Mm -hmm. uh, alleen ja. Mijn keuze was daarvoor al wel gemaakt. Ja, dat, dat is normaal hè. Als je als ondernemer ergens naartoe wil, dan ga je ook gewoon. Ja, precies. Ja. Uh, maar heb je bijvoorbeeld uh, kengetallen van één uh, op de zoveel leerlingen van uh, bijvoorbeeld gemiddeld een, een lagere school uit bij uh, andere vestigingen, uh, wordt uiteindelijk uh, klant uh, of leerling in, uh, bij jullie instituut. Dus uh, er zijn zoveel basisscholen uh, op zoveel inwoners. Dus is er ruimte voor zoveel? Nee, ik heb daar niet echt business, uh, nummers model. van. Nee. Alleen wat ik wel zie is in, met die andere tien vestigingen, mm -hmm. uh, dat er echt wel minder scholen zijn. Uh, wat ook prachtig bloeiende vestigingen zijn geworden, omdat het concept gewoon echt werkt. Ja. En er zijn zoveel leerlingen bij gebaat. Mm -hmm. En uiteindelijk gaat dat verspreid zich als een lopend vuurtje. Uh, nou ja, en dan maakt het eigenlijk niet uit hoe groot het is. Dat is zo. De leerlingen wonen er toch wel. Plus je hebt uh, natuurlijk uh, uh, zeg maar medewerkers op afroep. Dus eigenlijk on-demand uh, hoef je alleen maar te betalen als er uh, inderdaad vraag naar is. Ja, en dat is voor de, uh, nou ja, masterstudenten of voor uh, mensen die al een part-time baan hebben. Is het heel aantrekkelijk om natuurlijk op die manier wat bij te verdienen en mm. flexibel te werken. En um, heb je een mooie locatie kunnen vinden daarvoor? Ja, ik ben zelf een dol op mijn locatie. Het is de oude Mavo aan de Beukelaan. Okay. Dus dat is hier vlakbij. Ja. Uh, en het heeft dus ook echt de uitstraling van een oude school. Ja. Ik heb nog niemand. Uh, of t, eigenlijk iedereen die binnenkomt. die zegt: hé, hey, wat een prettige sfeer. En uh, nou ja. Uh, is dat het hele pand dan? Nee, toch? Nee, de begane grond. Ja. Oh, boven is... zitten uh, andere instellingen. waar we ook goed contact mee hebben. Dus ja. het, is, uh, het is wel heel een, een pand waar heel veel leerlingen en jongeren rondlopen. Dus dat is, uh, dat is heel fijn. We sluiten goed aan op elkaar. Uh, en we hebben er ook wat nodig aan geklust. Maar gelukkig heb ik mijn vader. Uh, ja. Bereid gevonden. ja, zo vaders moeten ook af en toe even helpen. Hè? Dat vind ik ook. Ja, daar zijn ze <laughs> ook voor. Komt <Ja. laughs> hij zelf gelukkig ook. Fantastisch. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt, uh, heel verrassend voor mij vind ik Dacht toch wel, moet je direct iets meer over vertellen, Ramses Shafi met Heerlijk.